Radio 538. Hij is binnen. Ja. Ik heb zo uitgekeken naar dit moment. Frank en Vrijdag Show Radio 538. Deze zomer mocht ik deze man één keer bellen. Maar toen hebben we zo hard gelachen dat we meerdere keren terug moesten bellen. Hij is de droom van iedere vrouw en ik heb persoonlijk nog nooit zoveel plezier met een man gehad. Hij reist heel de wereld rond voor de tv en krijgt het voor elkaar om op een vlucht van 8 uur, 9 uur te lullen. Hij voelt als een goede vriend. Ik heb naar dit moment de hele zomer uitgekeken. In de studio is niemand minder dan Chris Segers! En ik heb hier ook zo lang naar uitgekeken. Chris! Ja. Ja. Ik viel echt in je armen net. Ja, ik heb jou echt een knuffel gegeven, ja. Ja, en ik ben ook even aan je gaan hangen. Ja. Wij zijn dus Hilversum de straat op gegaan en we hebben de volgende vraag gesteld. Waar denkt Chris als eerste aan als hij wakker wordt? En we vroegen het aan deze persoon. Ik ben Nguyen. Ik kom uit Vietnam. Ik ben servicemonteur en dit is mijn tweede baan als Lumpia-verkoper. Oké, dus waar denkt Chris als eerste aan als hij wakker wordt? 1. Hij vraagt zich af wie er naast hem ligt. 2. Hij vraagt zich aan of hij een blouse aantrekt of helemaal niks. 3. Hij vraagt zich af of het die ene dag in de maand is dat hij moet douchen. Komt er nog een 4 of niet? Of antwoord 4, we hebben geen idee, want deze meneer antwoordt in het Vietnamees. Hebben jullie hem expres uitgekozen omdat hij Vietnamees is of niet? Nee, het was de enige die met ons wilde praten. Kles Legaat? Nee, ik antwoord 1 zou op zich logisch zijn. Hij vraagt zich af wie ernaast hem ligt. Ja, want... Heb je dat wel eens, dat je denkt, wie is dat? Nee, nou ja, het kan zijn dat mijn zoon naast ons is komen liggen. En die ken jij niet? Jawel. Wie is dat? Het kan zijn dat ik wakker word en dat hij naast ons is komen liggen. En dat ik denk van, nou, het kan zijn dat ik naast mijn liefje lig. Of mijn andere liefje, ons oudste zoontje. Dus dat zou een vraag kunnen zijn. Maar vraag je wel eens af, is het die ene dag in de maand dat ik weer even moet douchen? Hoe hou je dat bij eigenlijk? Dat is... Of ga je voor antwoord 4? We hebben geen idee wat hij zegt, want het is in het Vietnamees. Ik hoop antwoord 4. Ik ook een beetje. Ik hoop gewoon antwoord 4. Zullen we gaan luisteren? Ja. Onze heklung, ja, wordt jij. Wacht even. Ja, over Vietnam. Volgens mij was dat in Vietnam. Toen liep jij ergens en toen kwam er een hond heel erg op je af. En die heeft je echt aangerand. Hoe voelt het om zo'n hitsig hond tegen je aan te hebben rijden? Vroeg ik maar. Wat is dit? Nee, maar dat heb ik op tv bij hem gezien. Ja, ja. Dus was het in Vietnam? Ja, dat gebeurt me overal na. Nee, ik vond dat zo gek gezien dat je dat hebt uitgezonden ook, joh. Ja. Oh ja, nou maar ja, dat verbaast me niks, want dat zou ik het niet willen. Dan zorgt de regisseur wel dat het erin komt. Maar ik heb dat meerdere malen gehad. Maar dat kan zijn omdat ik me even per maand douche natuurlijk. Dat hebben jullie het Albert. Heb jij toch ook wel eens gehad, of niet? En dan reed zo'n hond tegen hem aan rijdt. En dat je dan kijkt naar die hond. Vraag ik van. Ik begin meteen te schoppen gelijk. Ja, ja. Nou, met welk dat been? Ja, en met welk been? Als ik dat doe, dan ga ik door mijn rug. Nee, maar als je dus. Dat is wel. Het gebeurt iedereen wel eens toch? Dat zo'n hond tegen je aan begint te rijden. En dan komt ook dat. Als je goed kijkt, komt ook dat dingetje. Welk dingetje? Dat rode wormpje. Ja, dat koekeloeren. Dat eenogige slangetje komt dan. Ja. De paprika. Ja. Maar wat gebeurt er mee? Die gaat dan tegen je aan schuren. Ik krijg het wel, hoe dan ook, en ook al ben ik helemaal niet gegeneerd, toch krijg ik het er warm van. En ik denk dat iedereen het wel heeft. Maar het, ook hier geldt weer heel simpel, blijven lachen. Als je gaat doen van ik ga naar weg, dat is nooit goed. Maar als je gewoon er heel hard om gaat lachen, is niks aan de hand. Het beste wat je kan doen. Gewoon een half uur van tevoren. Wat vond ik het ongelooflijk gezellig. En omdat je meedeed aan Franking the Stars, omdat je een ster bent, hebben we een cadeautje voor je. We hebben een tegeltje. We hebben een tegeltje voor je.
Ja, ja. Ja, dit is iets. We krijgen het warm. Maar dat heb ik net ook gezegd, volgens mij. Ja! Letterlijk! Maar ja, dit is iets heel gemeens. Het ding is, we geven elkaar tegenwoordig voor de uitzending een tegeltje met een tekst erop. Die moet je, de vraag die moet je aan de gast stellen. Maar dit had, ik heb dit helemaal nooit gezien op tv. Ik heb geen flauw idee gehad. Ik moest vandaar dat Philip Jan ook aan het lachen was. Ik moest aan jou vragen, Chris. Wat voel je als een hitsige hond tegen je aanrijdt? Dus ik dacht, ja, ik maak er maar een of ander verhaal van de straat. Nee, maar dan op tv of zo. Ja, maar, maar geloof me. Als je alle afleveringen afgaat van 3 op reis of RTL Travel of hoe het vroeger heette, dan zou je meerdere honden tegen. Radio 5.